Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Waarom moet ik onrecht lijden? Deze harde kreet van de profeet Habakuk, ik vermoed dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Er is veel leed in deze wereld. En waarom? We zien het om ons heen. Een kind dat sterft. Een moeder die ongeneeslijk ziek is. Jong iemand die door een terreurdaad wordt getroffen en daardoor voor het leven is gehandicapt of misschien zelfs wel gedood. Waarom dit lijden, Heer? En hoe lang nog? Het is een vraag van alle tijden. De profeet Habakuk mocht in zijn tijd in een visioen een antwoord horen. Het komt. Geef het wachten niet op. Het zal komen. En het komt niet te laat. God die heeft ons gezien in onze ellende. En Hij laat ons niet alleen. In de persoon van Jezus Christus is Hij naar ons toegekomen. En heeft Hij het leed van de wereld op zich genomen. Jezus zegt ons vandaag om met alle kracht die in ons is in Hem te geloven. En we hoeven daarbij niet stil af te wachten tot alles een keer tot vervulling zal komen. Nee, in deze tijd van verwachting en uitzien naar de vervulling worden we door Hem opgeroepen om in kracht van de Heilige Geest ook vandaag al te strijden tegen de ellende en tegen de kwaad in deze wereld. En Hij roept ons op om als hele gewone knechten dagelijks onze plicht te doen. En dat betekent niet anders dan dat we de woorden leven die Jezus ons gegeven heeft. En als we dit jaar in het jaar van de barmhartigheid zijn, dan kunnen we denken aan wat Hij gezegd heeft. Om de hongerige te eten te geven, de dorstige te drinken, de mensen die naakt zijn te kleden, om de mensen die ziek zijn of gevangen, om die te bezoeken, om de doden te begraven. Kortom, om heel eenvoudig, iedere dag opnieuw, Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken.